wat is een icoon en wat betekent icoon? Icoon betekent portret, afbeelding en komt van het Griekse woord eikon. En wordt geschilderd over het algemeen op houten panelen. Over het algemeen gebruiken we daar zacht hout voor, omdat zacht hout is makkelijk te bewerken. En vooral vroeger, tegenwoordig heb je natuurlijk allerlei machines, kun je ook wat hardere houtsoorten gebruiken. En deze hier, die wordt uitgevreesd. Dat uitvrezen doen we om een lijst te formeren. En ook als je ze op zou stapelen, dat de onderschilderde hoofdschildering niet beschadigt. Wel zorgen dat alles goed vlak is. Dat er geen oneffenheden in zitten. Dan wordt de doek opgeplakt. En dat wordt gedaan met een gezuiverde gelatine gebruik ik daarvoor. Omdat dat niet stinkt. De temperatuur van de gelatine moet ongeveer 36 graden zijn. Het doek wat we gebruiken, dat is of kaasdoek, grote panelen gebruiken we linnen voor. Dat kaasdoek of het linnen is ervoor om de spanning op te vangen van het hout en de krijtlaag. En om een goede hechting te krijgen. Het moet goed vlak en strak aangebracht worden, zodat er geen blazen onder zitten. Dan maken we de lefkast klaar. De lefkast is een verbinding van gelatine met krijt, met calciumcarbonaat. Dat zeef ik om een goed mengsel te krijgen en te zorgen dat er geen luchtbellen in mijn krijt zit, in mijn krijtmengsel. Ook dit heeft een temperatuur van ongeveer 36-37 graden. Voordat je het aanbrengt, eerst de randen afsnijden om het overtollige doek eraf te halen. En de krijtlaag die we aanbrengen, dat zijn 12 lagen. En ieder tussenliggende laag moet drogen. Ook het maken van de lijm en de krijt doe ik altijd in een bepaalde periode van het jaar en niet in de hondsdagen, omdat je kans hebt dat in de hondsdagen je lijm heel snel bederft. Want het is een natuurlijk product. Als de krijtlaag hard is, kun je dan polijsten met water en water van schuurpapier om een zo glad mogelijk paneel te krijgen. Hoe gladder je paneel, hoe mooier het resultaat is als je geschilderd hebt en ook voor het aanbrengen van je goud. De verf die we gebruiken bestaat uit een basis van eigeel. Het ei haal je uit elkaar vandaan. Je spoelt hem af, het eigeel, en dan pik je het velletje door. Dan doe je er net zoveel water bij als eigeel, dan heb je een verhouding van 1:1 en dat is de basis voor al je schilderwerk. En deze verf die moet je ook tijdens het schilderen weer verdunnen, maar ieder pigment verlangt eigenlijk zijn eigen dikte. En je verf maken is eigenlijk het moeilijkste van het schilderen. De voortekening die wordt ingesmeerd, de achterkant, met Engels rood. We gebruiken geen carbon, omdat carbon is vettig en dat blijf je achtervolgen tijdens het schilderen. Dat gaat drijven. Je moet het goed vastwrijven zodat er geen losse korrels achterblijven op je paneel. Voordat je de tekening erop legt, je paneel nog een keer controleren op oneffenheden. Je tekening zo vastplakken dat de ene kant vast blijft zitten als je de andere kant loshaalt, zodat je na het tekenen je tekening nog kan controleren en terug kan leggen als je lijnen vergeten bent.
Zo, even controleren. Alles zit erop. Dan de tekening vastzetten met een mengsel van 1 deel ei en 14 delen water. Je fixeert hem dus. Als hij dan droog is, dan kun je gewoon met je hand over je tekening gaan en geeft hij niet meer af. En de structuur van je ondergrond, van de lefkast, blijft open, omdat je dus een hele schrale verf gebruikt hebt. Voor de contouren gebruiken we vrij vette verf. Dat is dus de verhouding van 1:1, de ei, en pigment. Zodat je je lijnen in één keer erop zet. Het kleed doen we met een schraler mengsel. Zeg maar een mengsel ongeveer van 1 deel ei en 4 delen water en pigment. En dat breng je in verschillende lagen aan. Zo gauw als je verf in één keer dekt, dan moet je ervan uitgaan dat je verf te dik is. Dan ga je de hele compositie opzetten. Je zet dus overal kleur. Voor de gelaatskleur gebruiken we een basisverf van oker. Dan komt er oxide groen bij en cadmiumrood. Dan krijg je een roodbruine kleur. En die oker is er speciaal voor om je verfstructuur open te houden, zodat je andere lagen erop kan schilderen. Gebruik je alleen nog cadmiumrood en oxide groen, dan kun je er bijna niet meer overheen schilderen. Je verf moet zo zijn dat als je je penseel erop houdt en je haalt hem heen en weer, dat je verf als het ware in één laag afvloeit. Dat je het zonder strepen aanzet. Er zijn methodes waar bijvoorbeeld eerst waar ze beginnen met het goud, dat noemen ze dan openen met het goddelijk licht. Maar dat doen we later, omdat ik veel te bang ben dat het goud beschadigt tijdens het schilderen. Het oplichten van het gelaat gebeurt met de eerste lagen met oker en de randen was je uit om te zorgen dat je een goede overgang krijgt van het donkere naar het lichtere. Als je dat 3 keer gedaan hebt, wordt de zinkwit bij de oker gedaan en dan ga je naar de lichtere kleuren. Je gaat steeds meer naar het hogere licht schilderen. En iedere keer ook de randen uitwassen. Je schildert dus als het ware met 2 penselen, 1 met verf en 1 penseel die vochtig is. Het gezicht schilder ik meestal als eerste, omdat ik dan contact krijg als het ware met mijn icoon, met degene die afgebeeld wordt. Het haarkapje is zwart, met beenzwart gedaan. Dan schilder je met zinkwit de lichte lijntjes erop en dat geeft een chemische reactie met het beenzwart. Dan wordt het al enigszins blauw. En om het nog intenser blauw te maken, doe je er een glazie. En een glazie is een hele dunne verflaag van kobaltblauw. En dan krijg je die intense blauwe kleur. Het kleed van Maria wordt hier geschilderd met Engels rood. Engels rood moet je heel dun aanbrengen, omdat Engels rood een dekkende kleur is. En dat je het heel snel te dik doet. Als het kleed helemaal geschilderd is, dan ga je de goudlijntjes aanbrengen. De lijm is hier vermengd met titaanwit om het zichtbaar te maken op de onderschildering. Na 10 minuten kun je ongeveer je goud aanbrengen. Hier wordt het gedaan met een borstel, maar je kan het ook met een velletje doen. Het overgetollige goud vang je op en de restanten haal je eraf met kneedgum, door dat kneedgum er overheen te rollen. Voor de aureool gebruiken we dezelfde lijm, alleen vermengd met cadmiumrood hel, zeg maar een oranje kleur, om het zichtbaar te maken op het wit.
zodat je kan zien waar je je lijm gesmeerd hebt. Het goud wat ik hier gebruik, dat is bladgoud vast op vloer. Goed aanwrijven en dan een klein rukje eraan geven. Dan blijft de goud achter op het lijm, maar ook op je velletje. Til je het op, dan heb je kans dat al je goud in één keer eraf valt. Ook hier met een zachte borstel de restanten van het goud opborstelen. En die kun je ook weer bewaren door terug te vegen in een bakje waar je je restantjes in bewaart. Ook hier gaat de kneedgum weer overheen. Als de iconen 14 dagen ongeveer gedroogd hebben, worden ze afgelakt. Je kan het met lak, kan je het ongeveer na 14 dagen doen. Wat de lak die ik hier gebruik, dat is polytourvenis, maar je kan het ook met lijnolie doen. Maar met lijnolie moet je eigenlijk een half jaar tot een jaar wachten. Je moet ze wel afwerken, je iconen. En als je ze lang bewaart zonder af te lakken, moet je ze heel goed beschermen tegen zilvervisje of mieren. Want die vreten je verf eraf, omdat er dus ei in zit. Aan het eind van de cursus worden de iconen gewijd. Dat is een speciale viering bij ons in de kerk. En dat gebeurt meest half maart. Er zijn alle iconen van de cursisten opgesteld in de kerk. En wordt er een zegenbede uitgesproken. En daarna spreken we eigenlijk pas over een icoon.